Op de Tjalklaan in Rotterdam is zaterdagavond een geladen trailer met voertuigen tegen het viaduct gereden. Daarbij raakte een bestelbus van de trailer totaal los. Deze kwam met een smak op de rijbaan terecht. Ook andere voertuigen op de trailer raakten beschadigd. Ook de trailer zelf liep aanzienlijke schade op. De tunnel kwam er ook niet ongeschonden vanaf. De chauffeur die moet zich lelijk hebben vergist in de doorrijhoogte van het tunneltje. Dit werd door agenten nauwkeurig nagemeten. Vanwege het ongeval werd de Tjalklaan afgesloten in de richting van het Marconiplein. Verkeer werd door de politie omgeleid richting de Spaansepolder. Een bergingsvoertuig heeft de trailer met lading geborgen. Er raakte niemand gewond.